lieve onderfamilie en welkom weer bij deze nieuwe onder dinsdag. Superleuk dat jullie allemaal weer kijken. Gezelligheid. En ik heb een beetje issues met mijn lok of zo. Ik weet niet wat het is, maar goed. We gaan gewoon lekker beginnen met deze video, want het duurt al veel te lang. Ik ben nu al bijna een maandje terug uit Japan. Ik heb echt een geweldige tijd gehad. Ik heb het er super veel over gehad, maar ik heb nog helemaal niet echt veel aan jullie laten zien. Ik heb daar wel een weekvlog gemaakt, maar zoals jullie weten heb ik ook gewoon daar echt enorm veel gekocht. Want in Japan zijn gewoon super veel toffe dingen te koop. Ik ben serieus speciaal in Japan op zoek gegaan naar spulletjes voor deze video, omdat er natuurlijk zoveel maffe dingen te koop zijn. Ik dacht, dit wordt gewoon een ideale aflevering van een tas slash doos vol. Hier is het allemaal. Het is echt enorm veel, want ja, je hebt natuurlijk zoveel dingetjes. Dus we moeten hier serieus maar even snel mee beginnen. Alles wat je zeg maar in Japan ziet, wat je proeft, wat je ruikt, wat je aanraakt, is daar gewoon schattig. Het is niet normaal. Ik kan het niet echt goed uitleggen, maar alles, de verpakkingen, het is allemaal zo kleurrijk en kinderlijk vormgegeven. Je wordt er echt super vrolijk van als je daar een normale supermarkt binnenstapt. Daarom wil ik ook zo graag terug. Ik mis dat echt. En dan gaat Dolly lekker gezellig met me mee, hè Dolly? Als we weer gaan, dan ga jij lekker mee. Oeh. Jongens, ik heb de laatste tijd in mijn video's echt altijd mijn lipstift op mijn tanden. Ik weet niet hoe het komt, maar het gebeurt me telkens weer en weer. Maar volgens mij zijn we good to go, toch? Ik heb jeuk aan mijn snor. Hebben jullie wel eens jeuk aan je snor? Ik had het nu. We gaan maar eens even kijken wat hier voor spannends in zit. Maar wat ik jullie eerst wil vragen is om deze video natuurlijk even een hele dikke like te geven. En ben je nog niet lid van de onderfamilie? Dan moet je zeker eventjes niet vergeten om op mijn kanaal te abonneren. Eens even kijken waar we mee gaan beginnen. Ja, ik heb iets. Het eerste wat ik heb is echt mega schattig, maar ook nog eens praktisch tegelijk. En dat is dit. En ik heb er gelijk twee van gekocht. En op het eerste gezicht lijken dit misschien bekertjes. Maar ja, zoals jullie zien, er staat een Pikachu op. Het is ook een bekertje, maar stel dat je bijvoorbeeld een flesje hebt. Zo'n petfles. Dan kun je dit meenemen, dan kun je dit als draaidop gebruiken. En als je hem dan eraf draait, kun je de inhoud dus in het bekertje schenken. En dat zo heel makkelijk opdrinken. Ik haal ze eventjes uit de verpakking. Oh, dit is zo cute. Kijk. Mega schattig. En ja, zoals ik al zei, hier kan je dus je petfles in doen. Aan de achterkant heb je zelfs het staartje van Pikachu. Super coole uitvinding. En deze had ik ook nog in het wit met een heel lief gezichtje. Kijk dan, jongens. Het lijkt wel een soort van, ja, konijntje of zo. Ze lijken me echt super handig. Dus dit is zeker wel iets wat ik in de toekomst ga gebruiken. Super cool. Het volgende, dat is dit. Ik had echt geen idee wat dit was, maar het lag op een soort van speelgoedachtige afdeling. Het lijkt wel een soort van visjes waar je mee in bad kan spelen. Alles staat natuurlijk in Japans, dus ik kan het niet echt lezen. En ik heb gewoon random dingetjes maar meegenomen. Maar hier zie je in ieder geval die visjes. En dan ook nog hier iets met een schep en visjes en een bad. Ik heb alleen geen bad, dus misschien moeten we het gewoon even in een bakje water proberen. Ik maak hem nu in ieder geval snel maar even open. Dit is dat schepje wat we net al zagen op de verpakking. Zakje poeder. En het ruikt super zoet. Oké, nu snap ik er al helemaal niks meer van. Ik denk dat ik straks echt even mijn Google Translate app moet gaan gebruiken. Oh. Oh, kijk. En dan deze super schattige visjes. Oh, deze zijn zo lief. Die zijn wel echt, echt heel erg schattig. Ik heb nog even helemaal geen idee hoe en wat. Ik vind vooral die poeder heel erg spannend en apart. Ik snap het echt eventjes niet. Dit is in ieder geval de hele inhoud. Ik word hier echt niet heel veel wijzer van. Maar volgens mij is het gewoon de bedoeling dat je alles gewoon in een bak stopt. En dat daar de kinderen dus mee kunnen spelen terwijl ze aan het badderen zijn. Pak gewoon even een plastic bakje. Ben zo terug. Ik heb hier een bak met water. Oeh. Het is een soort van geel-oranje-achtige substantie en het ruikt heel erg lekker. Maar we gaan het maar in dit bakje doen. Oeh, oh, het wordt helemaal geel. Ik snap er echt helemaal... Oh? Hè? Oh, het wordt een soort van... Hè? Dit moet ik jullie echt even laten zien, maar het wordt een soort van kristalletjes of zo. Heel gek dit. Heel vaag. Dit ruikt echt wel goddelijk hoor. Dan hebben we natuurlijk nog de visjes. En ik heb nog steeds geen idee wat de bedoeling is. Misschien gebeurt er wel iets of zo. Met dat spul dat er een chemische reactie ontstaat. En dat ze tot leven komen. Of weet ik veel. Dat ze kunnen zwemmen. Ik weet het niet. Ik ga ze er gewoon bij doen en dan zien we wel wat er gebeurt.
Nou, helemaal niks dus. Het ziet er wel heel vrolijk uit en het ruikt lekker en die visjes zijn ook echt enorm schattig. Ik film het gewoon eventjes met mijn tweede camera, eens even kijken. Ja, het ruikt gewoon hartstikke lekker. En je kan met het spateltje die visjes opvangen. En het water is geel. Ik denk dat het gewoon een soort speeltje is. Ik snap dat zout niet helemaal, want je mag dit dus niet in je bad zelf doen. Dit moet dus in een bakje buiten het bad, zeg maar. Het is mij gewoon een beetje een raadsel wat hier nou precies de bedoeling van is. Maar misschien weet jij het wel. Of kom je uit Japan. Of ken je dit speeltje? Laat me dan eventjes weten onder in reacties. Want ik word nu best wel nieuwsgierig. Het ziet er wel heel leuk uit, maar ik heb gewoon daadwerkelijk echt helemaal geen idee. Gaan we weer wat pakken? Het volgende wat ik uithaal, dat is dit. En dit vind ik zo leuk eruit zien. Het zijn eigenlijk een soort van rijstcrackers. Maar dan echt zo verpakt dat het net sushi lijkt. Ik vind het serieus best wel goed lijken als je het zo in die verpakking ziet. Echt zo tof. Ik heb best wel een beetje lekkere trek, dus ik ga er gewoon even eentje proberen. Kijk, het is echt net sushi. Ik vind het zo leuk en vrolijk zo. Ik vind het zo leuk. Het is toch gezellig? Stel dat nou alles zo verpakt zat. Dat maakt je leven toch een stuk leuker. Ik zou willen dat Europa daar iets van zou leren. Oh my god. Dit is precies zoals Japanse mix, maar nog groter en 10 keer lekkerder. Nog één. Oh. Oh jeetje. Deze heeft wel een andere smaak. Het is gewoon wasabi smaak. Oh my god, super pittig. Hier hebben we nog een soort octopus. Yum yum. Oké. Lieve jongens en meisjes, ik heb besloten dat alles wat ik heb gekocht in Japan, dat het eigenlijk gewoon te veel is om in één video te kunnen laten zien. Ik zit hier zo te kijken. Ik was ook nog even naar boven gelopen, want er lag dus nog veel meer. En toen dacht ik, laat ik deze video gewoon in twee splitsen. Nu heb ik een soort van selectie gemaakt met de goodies en de speelgoedachtige dingetjes en de beautyachtige dingetjes. En zo kan ik het prima, zeg maar, een beetje opsplitsen. Want het is echt veel en veel te veel om nu aan jullie te laten zien. Er komt gewoon over een paar weken een video online met de rest van de spulletjes. Ga maar snel door met het volgende. Even kijken, wat heb ik hier? En dat is dit. En ook hiervan had ik dus geen idee wat het was. Er moet iets gebeuren in het water. Alweer. Ik ben benieuwd. Ik ga hem gewoon maar eens even uit de verpakking halen. Ik zie vanzelf al wat er gebeurt. Oh, wacht even. Dit is gewoon een bruisbal en er zit waarschijnlijk iets binnenin. Dus een poppetje. Ik ga dezelfde kom die we net hebben gebruikt maar eens eventjes omspoelen. En dan gaan we dit eens even uitproberen en dan kijken we wat eruit komt. Ik kan het helaas niet in bad proberen, want ik heb gewoon geen bad. Zo, daar gaat hij dan. Oeh, oh jee. Oh, dit moet ik natuurlijk ook even vastleggen. Oké, er zit hier dus echt een plastic dingetje in. Oh, stel je zit lekker in bad en je denkt, ik wil een lekkere bruisbal, maar ik wil ook een leuke verrassing. Dit is eigenlijk, oh, hij schuimt wel heel erg. Dan moet je deze bal hebben, want er komt gewoon iets uit. Oh, oef. Het schuimt zo achterlijk erg, dat is niet normaal. Het is dus niets meer dan gewoon een surprise-ei voor in je bad. Hoe cool is dat? En er zit dus echt daadwerkelijk iets in. Oh, kijk hoe... Oh, die is echt... Oh, deze is schattig. Super schattig hondje. Het volgende wat ik nog heb, dat is dit. Het kwam ook echt uit een soort fun winkeltje. En dit is een soort snuitje van een hondje. Ja, die kan je als het goed is gewoon zo op je hoofd zetten. En dan ben ik een soort van Dolly. Deze heb ik ook echt daadwerkelijk gekocht, omdat ik vond dat snuitje een beetje op die van Dolly'tje leek. Oh, huh? Oh, er zit een piepje in! Hoi Dolly. Kijk, Dolly, lijken we een beetje op elkaar? Kom Dolly, lijken we nu een beetje op elkaar of niet? Dan heb ik nog heel bijzonder en leuk een rol toiletpapier. En niet dat je daar iets aan hebt, maar ik vind ook deze weer zo ontzettend leuk verpakt. Er staan dus allemaal super leuke en schattige plaatjes opgedrukt. Dus zelfs als je in je pannenpotje wil schijten, dan komt er schattigheid om de hoek kijken. Ik vind het helemaal geweldig. Ik hou zo erg van Japan. Ik wil ook eigenlijk gewoon terug. Vond ik ook nog dit. En dit is zo ontzettend cool. Want dit zijn dus gewoon pleisters in de vorm van een plakje spek. Ik vond het grappig en luguber tegelijk. Dat stel dat je gewoon kaart op je kanus valt en je hebt een bloedende knie. Dat je gewoon een plak spek opplakt. Ik weet niet waarom. Ik vond het gewoon zo'n grappig iets. Oeh, oh my god. Oh, wat cool. Een perfect plakje spek. Alsof die zo van de slager komt. Dus even kijken hoe die plakt. Stel, ik heb een schammetje in mijn gezicht. Het ziet er echt een beetje raar en luguber uit, maar ik hou ervan.
superleuke pleisters. Dan vond ik ook nog dit. En dit vond ik er gewoon heel erg leuk uitzien. Ik ken het nog wel van vroeger. Het is gewoon een pannetje waar dus popcorn in zit, wat dus gaat poppen. En als het goed is, wordt het straks helemaal bol als we dit op het vuur gaan zetten. Je ziet echt een familie gezellig popcorn bakken. En je ziet ook tussen die popcorn door allemaal stukjes. Ik denk namelijk dat het zoete popcorn is. En dat die stukjes een soort van karamelliseren als het straks warm wordt. En terwijl ik hier naar kijk, kom ik erachter dat dit echt zwaar over de datum is waarschijnlijk. Al zeg maar 2 jaar. Zou het echt? Het zou echt zo jammer zijn. Maakt dat me niet heel erg veel uit, want ik wil gewoon sowieso zien hoe dit pannetje het gaat doen. Dus laten we maar gewoon even naar de keuken gaan. Dan gaan we het maar eens even testen. Oké, ons pannetje staat op het vuur. Dit wordt spannend. Wat, oh, wat zou er gebeuren? Wow. Ik word een beetje bang. Ik word echt een beetje bang. Woe! Oh yeah. Woe! Oh nee, ik ga hier echt heel erg van schrikken. Nou. Oh, straks gaat hij ontploffen of zo. Ik zweer het. Oh, oh my god, er komen vonken vanaf. Het ruikt hier ook niet echt heel erg goed. Het ruikt echt verbrand. Wow. Oh jee. Oh nee, nee, nee. Nee, dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. Oh, hij gaat echt fikken. Dit is echt Fikkie TV. Bang hoor. Oh my god. Ik wil wel eventjes een popcorntje proeven, gewoon vanaf de bovenkant. Gaffer. Oh my god. Het is gewoon... Ik ben er gewoon stil van. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Maar dit is geen popcorn. Dan het allerlaatste en dit heb ik gewoon voor mezelf gekocht omdat ik het gewoon super leuk vind. En dit is ook weer iets met sushi. Dit is een sleutelhangertje, gewoon in de vorm van een garnaaltje. En daaronder rijst is echt een sushi dingetje. En het ziet er zo realistisch uit. Er staat zelfs ook op, do not eat. Want ja, dat zou niet zo goed voor je buikje zijn. Oeh, het is net echt. Ja, ik snap helemaal dat erop staat, do not eat. Want het is een beetje verwarrend. Het ziet er zo echt uit. En het voelt ook best wel echt. Dit rijstbolletje bijvoorbeeld, dat voelt gewoon als een echt rijstbolletje. Heel bizar, maar ook heel leuk. Dit was alweer de Onder Dinsdag voor vandaag. Hopelijk vonden jullie de spulletjes tot nu toe leuk. Ik ben natuurlijk nog niet klaar, zoals ik zei. Er komt nog een aflevering over een paar weekjes online met de rest van de spulletjes. En die zijn wat meer beauty gerelateerd. Dus ben je benieuwd? Abonneer dan zeker op mijn kanaal en hou het in de gaten. En dan zie ik jullie... Ja, nee, aankomende vrijdag. Ik wil weer aankomende vrijdag zeggen, maar ik upload natuurlijk ook op woensdag voortaan met de Onder DIY. Dus ik zie jullie morgen om 12 uur met een nieuwe Onder DIY. Ik wil jullie natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Heel veel kusjes en knuffels voor jullie. Ik hou van jullie en tot morgen. Doei doei!